vind het een heel naar gehoor. Ik heb ook wel eens geprobeerd, dus dan lig je stil, hè, en dan krijg je dit. Dan denk je dus dat je hem hebt, zodra het stil wordt. Nou ja, dan doe ik toch die licht aan. En dan geef ik hem een map. En dan zie je dus een bloeddruppel op de muur. En dan denk ik, van wie was dat bloed? Was dat van mij? Of heb je net hier ergens in de buurt? En dan word ik angstig. Dan denk ik, zie je, die muggen kan je heel ziek van worden. Uit naam van de volksgezondheid en zijn nachtrust gaat Dries toch maar even richting winkelcentrum. Hey man, weet je wat ik nou zoek? Vertel. Een klamboe. Oh, heb ik. Nee. 100%. Jij gaat me dat goed maken. Go. Kijk, dit is een toppertje. Twee persoons. Nou, zit je op 39,50. Hoe is dat? Jeetje. Je budget? Ja, je moet elk dubbeltje binnenkant omdraaien. Ja. Ja. Drie tientjes, kom je daarmee uit? Staat. Dat doe ik. Ik hoop dat mevrouw niet boos wordt, maar dat doe ik. Vind je maar naar mij. Ik zou liever iets minder eten als ik maar wel die klamboe heb. Dat als ik in bed stap, dat ik gewoon het licht uit kan doen. En even die paar uurtjes, ja, rust heb. Jongens. Ik heb er één. Een klamboe. Een klamboe. €40? Heb je dat ervoor betaald? Nee. Heb ik een tientje korting gekregen. €30. €30 betaald. Heel veel. Ja, je weet hoe ik ermee zit met die muggen. Ja, dit had je echt nodig. Ik functioneer niet meer. Ik kom niet tot mijn nachtrust. Ja, ik weet hoe je ermee zit. We komen er wel door. Maar we zien het door de vingers. Mijn zegen heb je, pa. Ja, je moet elkaar wel wat gunnen. En als je iets leent, moet je iets terugdoen. Dat is ook zo'n gouden even geen centen makken regel. Hey, Fran. Hallo, was je alles dit? Goed? Lekker. Ja, met jou ook. Ja, ik kom mijn ziel reinigen. Je ziel reinigen? Ja, ik heb voor jou een stofje aangeleend. Heb je een klusje voor me? Ja, ik heb een hele fijne barbecue nog voor je staan. Echt waar? Ja. Oh, dan ga ik die voor je opknappen. Ja? Waar staat die? Kijk, die kan wel een lapje gebruiken, geloof ik. Ja. Zo, kijk, je hebt nog wat voor me overgelaten ook. Vlees is vlees, Dave. En voor deze pittige uitdaging kan je ieder stukje extra energie wel gebruiken. Nou, top. Fantastisch. Wat dacht u ervan, Buf? Ik vind hem helemaal mooi. Goed, hè? Heb je misschien nog een klusje? Want ik wil weer iets van je lenen. We moeten de klamboe ophangen. Ja? En ik heb een spijker en een hamer nodig. Heb je de steen gezien hoe die eruit ziet? Zie je al het onkruid? Oh. Kleren, ja. Okay. Als ik dan ergens heel goed in ben, is het wel in kutklusjes. Gaat hij lekker, oude schoffelaar? De ratten springen eruit. Een tyfusdag. Durf die Kim uit, die klom op niet. Laat die gewoon wat hier is. Die is van de buren. Peter. Ik dacht echt dat u mijn lievelingsbuurvrouw zou worden, maar het wordt echt steeds minder het gevoel. Hè? Ja. Zoiets, Buf. Fantastisch. Dan kun je in ieder geval weer even een tijdje vooruit, toch? Dat dacht ik ook. Heb je al eten voor vanavond? Nee. Het is niet veel, maar het is toch lekker. Lekker sla. Ja, ik heb hem. Ik heb filet. Je bent een wereldwijf. Ga je een knuffel geven? Nou, dat mag. Dank je wel, schat. Doei, doei. Hey, schooiers. Ja, ja. Ik heb voor je gestreden. Ja. Ik heb het hele pad onkruidvrij gemaakt. Je hebt ons eigenlijk in de problemen gebracht met je klamboe, met je €30. Ja, je weet. Maar de buurvrouw vond dat ik zo goed werk had geleverd. Hé! Hey. Sla. Gescoord. En een zootje kip. Kilo kip, ga. Geweldig. Dus we hoeven vanavond niet druk te maken om eten. Ik ben er blij mee. €30. Hoop geld. Ja. Maar dan heb je wel een meer fittere Dries. Vond je dit nou echt waanzinnig en fantastisch? Klik dan hier om te abonneren en hier om te liken ergens. En om meer video's te kijken moet je daar klikken. Ja, ik had hem goed. Ja, dan moet je dus doen.